Wonka op. Goed zo. Wonka op. Goed zo. Wonka op. Op. Goed zo. Wonka neusje. Neusje. Wonka neusje. Goed zo. Ik ben gedragsbioloog en vandaag leg ik jullie uit hoe je je kat iets kan af- of aanleren zonder hem te straffen. Straf werkt namelijk niet en zorgt er alleen maar voor dat je je kat leert dat jij als kattenbaasje af en toe iets heel onvoorspelbaars en engs kan doen, waardoor die bang voor je wordt. Deze wil ik eigenlijk nooit meer in een huishouden zien, tenzij je er alleen de plantjes mee water geeft. Maar katten zouden allemaal op deze manier moeten reageren op een waterspuit. Jij gaat ermee lopen kroelen. Maar ik gebruik geen waterspuit nooit om een kat iets af of aan te leren. Ik gebruik beloningen, dus bijvoorbeeld van die snoepjes. Dat werkt heel goed. Ik gebruik geen straffen, dus ik ga niet tegen ze gillen. Ik maak ze niet nat. Ik stop geen vingers achter in mijn keel. Ik gebruik geen citroenschijfjes of benzine of shag. Sambal heb ik ook wel eens gehoord. Brengt de kat eigenlijk alleen maar ongerief aan. En het werkt ook niet. Echt niet. Mensen roepen dat je op die manier iets kan afleren of aanleren. Het werkt gewoon niet. Wat werkt wel? Belonen. Goed gedrag belonen en slecht gedrag negeren. Dus op het moment dat Wonka bijvoorbeeld niet op de bank zou mogen, op deze manier, dan gebruik ik dus geen waterspuit. Maar dan pak ik hem op. Ik pak hem op. Ik zet hem ergens neer waar hij van mij wel mag komen. Bijvoorbeeld gewoon op de grond. En ik zeg voor de rest niets, want negatieve aandacht is ook aandacht. En het feit dat hij op de grond is, beloon ik dan vervolgens met een snoepje. Kijk, dus als hij niet op de bank zou mogen, zou ik dat nu weer herhalen. Ik zou hem oppakken, neerzetten op de grond. En het feit dat hij op de grond is, belonen met een snoepje. Want in het dierenrijk is het zo dat alles wat ze doen kost energie. Dus op de bank springen kost energie. Op het moment dat dat dus niets oplevert, hè, omdat je hem de hele tijd afhaalt, zullen ze ermee ophouden. En zeker als je er dan iets positiefs tegenover gesteld, dus het gewenste gedrag in dit geval, bijvoorbeeld op de grond blijven. Je moet wel consequent blijven. Dus als jij het doet en je vriend bijvoorbeeld niet, dan dat zal niet zo goed werken. Je moet echt consequent blijven. Maar op die manier kun je katten vrijwel alles aanleren en afleren wat je wil. Vind je dit nou een leuk filmpje? Geef dan even een duimpje omhoog. En vergeet je natuurlijk niet in te schrijven op het YouTube kanaal. Je kan mij ook volgen via Facebook en via Instagram en Twitter. En ik hoop dat je volgende keer weer kijkt.